Fryske icoon, zijn jouw kleur aan deze uitsturing. Welkom bij Bient. Aan deze tafel praat ik onder andere met Jorike Savelkoels. Zij vertelt over Frieslands meest verneemde exportproduct, het Fryske hynder. En Marleen Seinstra komt mij een doensvaststelling, trochmeesken met Parkinson. Juster is een icoon van het Fryske keertsen verstoorn, Johannes van Dijk. Maar hem verliest de keertserij een echte publiekslieveling. Johannes van Dijk, hij stapt voorin, had ze rustig eens achterin. Van Johan Akkenga, hij staat klaar. Dan komt er een machine in. En er wordt boeteslaan en dat betekent dat Hatseristicus Johannes van Dijk en Koos Veldman die 141e partij wonen. Johannes van Dijk, in 1984 weer mooi, maar dit is geweldig. Ja, dit is keer. Nou is het weer recent, hè? Dan ben je er weer bij. Dit is gewoon fantastisch. Vier overwinning dit hier. In je minder jaren, dus dan zit je er weer goed bij. Dit is perfect. Deze draai winnen. Ja, beeld van de PC in een joggetje in 94. Johannes Bronsma, welkom. Generatiegenoot van Zels. Ja. Dwarfsgenoot, concurrent. En borjongen ook, hè? Want je maar 15 in je huis moet winnen. Ja, hetzelfde blok geboren. Hetzelfde blok? Ja. Ja. Maar van zeggen niet, kijk dus beelden van de PC van 94. Ja. Maar hoe goed wie Johannes van Dijk eigenlijk? Ja, eigenlijk heel goed. Alleen hij heeft een geweldige pech gewoon dat hij in een generatie opgegroeid is. Want eigenlijk zijn beste jaren heeft hij eigenlijk vies ermee wonen. Omdat hij er dan altijd krek wat bij hong. Pas na zijn weromkeer naar het voetbal uitstapken. Bij Broekster Boys? Bij Broekster Boys. En toen winnen wij al hier opgehouden. En toen had hij eigenlijk zijn beste periode nog gewonnen. Maar toen werd hij al 30. Ja, maar die goede generatie, dat wist ook onder andere. Zaken Zaakstra van zelfs. Wippie, Piet Jetsen, Tuno. Tuno Schuurer. Dan hong hij altijd krek wat in de mindere patoeren. En ondanks dat won hij vol in die 84 voor de eerste PC. Totale verrassing, eerlijk gezegd. Maar hij was heel goed. Ja. Ja, en ik, want daar zit hij vooral bekend om. Want er is geen één keertse die het zafvolle verhaal om zijn broek hing je net. Nou nee, monsieur, ik bedoel, we zijn hetzelfde blok geboren. Misschien is dat ik wel wat erfelijk, maar hij weer prettig gestoord. Ja? In de goede zin van het woord. Hoe zou dat nemen ze voorbeeld? Nou, alles wat hij die weer die oor zien. Ik bedoel, dat fietsverhaal kent iedereen je wel. Vertel nog eens, want ik zit hier met Wafroli aan tafel die denken, het fietsverhaal. Ja, nou ja, dit ja. Is de foto trouwens, dit is de foto. Dit is die foto van die fiets. Johannes die Geert trok, volgens hem weer een verkeerde beslissing van Tamme van den Berg. Geert die eraf. Schiedsrechter. Geert die eraf. Werd toch, hij net een prijs winnen en die fietsen winnen de prijzen. In Bidgem. In Bidgem. Voor de finale. Johannes die helemaal omkleidt en die shirt die fiets. En die pakt die fiets en die voor de finale fietst die dus over dat veld heen. Nou, iedereen laait natuurlijk in een stup van genezen. Sinds dinsdag trouwens altijd die fietsen op slot. Oh ja? Ja, 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 ja. Maar hij, mooi toch Johannes van Dijk in ook, de fietsen op slot. Ja. Maar Johannes wie altijd briek. En het vreemde is, ik heb me dat wel zo afrekenen, want wij kwamen hetzelfde dorp. Hij moest altijd wel wat in mij onboxen. Ik weet nog 3 jaar ouder. Hij kon eigenlijk nooit van mij winnen. Hij kon eigenlijk nooit van mij winnen. De letter heeft hij nog wel eens van mij woon, maar dat wie ik altijd een strijd. Maar waar win ik altijd zit op tijd weer, we winnen op Narin. De laatste jaar dan kwam je op een PC, toen wij net mijn keert en wij zitten altijd de eerste rij met mijn beide broers, die dik stapel kijk mooi winnen. En dan kon hij voor de tribune staan, expliciet. En dan moest iedereen het jaren. Het valt net mooi om koning te worden van een PC. Dat kreeg er nog meer en dan raap ik, nee, maar toen stond koning worden, die ik net mooi. Ja, ja, ja. Ja. Maar even voor de vrouw, even verduidelijk je. Bronsma, nooit koning geweest. Ik ben nooit koning geweest. Nee, en dat doet ook nog een beetje zeer. En dat vond hij dan leuk om nog even te benadrukken. Ja, zag ook bij me met sommige mensen van het publiek die dachten of ze mij maar koning hebben. Maar zou winnen wij altijd ontstoken. Ja. Maar show nou trouwens hier in beeld. Nou, het is nou correct voorbij. Maar van, en hoe zit dan dat verhaal daar in, waar wie het, die klokjes in? In Jorwert. In Jorwert. Nou ja, Johannes die... Die verleren altijd van mij. Op een gegeven moment houd ik dat bij. Ik werd er naar hier. Toen hier die 24 keer van mij verlenen. En dat houd ik dan bij. Trouwens, waren jou. En dan hebben we de staren gewoon lelijker. Tot in Jorwert. Om een gouden horloge. Hier kan nooit een gouden horloge doen. Wint hij van mij. En hij weer helemaal trotleend. Zo blij is wat. Alleen het eerste Waaldal valt uit. Ik laat ze bij Piet Jetsen. In de finale. Zo ik, hoor Johannes de week weg. En ik ben een gouden horloge. En weg je een klokje van. En weg je een klokje van Johannes. Hij is net in de kroeg geweest. Hij is in de hoes. Hij is een week lelijk geweest. Maar goed, hij zit bekend, markant, als een clown. Ja. Maar dat is ook wel een achterliggende gedachte misschien. Want als hij in het perk stiert, maar een helm op. Omdat Chris Wassenaar onder opslag stiert. Dan doet hij dat net alleen nog om de clown uit te hingen. Maar ook gewoon om Chris Wassenaar even uit zijn concentratie te helpen. Ja, natuurlijk. Er zit een gedachte achter. En dat wie Johannes ik. Maar ja, het weer emotie, emotie, emotie. Ik bedoel, het weer eerlijk wijze, ik ken nou een beetje oordelen hoe de laatste 45 jaar van de keertjes. Nou, meer karakter en meer speler als Johannes is er net west.
Dat ben misschien wel wat beter geweest nog. Maar voor het publiek de meest aantrekkelijke en een bijzonder geweldige mens. Ja, want Sinowski, hij keerde vooral in de mid-jaren 80, hè, heel mooi nog begin jaren 90. En toen nam je echt Sinowski, en daar hebben we nog een fragment van bij de Sinowski van de PC. Oké. Helemaal griezen en gek dan dat Jetrik hoort bij. Ja, dat, nou, dat slagen af en toe wel leuk en dat spreekt de meesten wel aan. Ja, het is echt bekend dat het heel voel best, hè? Dus echt wel eens een beetje gemeen. Voel en gemeen zijn natuurlijk wel verschillen, maar. Ja, soms ben je zelf voel dat ik was gemeen ben. Maar ja, je raadt je het punt, ik was kwijt omdat het nooit gemeen is. Het jet bij het spultje en de scheidsrechter zijn keurmeesters voor om dat in de staking te houden. Maar als je een keer de kans krijgt om een meter te pakken, dan moet je het net litten. Ik heb van jongens werk met Keerst, ik was wat te volle eisen. Ik kon mezelf enorm wat oplezen. Ik kon heel hard trainen, vaak trainen. En ik kon een heel soort van onder de kant zetten. En dat kon Noorden soms net. En daar ben ik wat te vreed van weg. Want je kan net Noorden oplezen wat je zelf wil brengen. Kennen. En daar ben ik iets te ver in gingen. Tussen al mee al, als de romsjes, dan ben je heel tevreden. Ja, ik ben moest ook het wedstrijd doen. Tenminste, zo voel. Want je kan beter letter een beetje milder worden. Dan dat je sleeuw beginnen. Want de mat gewoon wat wezen. De mat wat krijg wezen. Just de zakenpoten, Johan Hockinga, dan ben ik veel vredes. Nou, dan breek je wat. Maar dan breek je net zo vol, hè. Ja, Johannes van Dijk, hij had de sport de keer zijn eigen kleur joen en dat had de sport echt verlet van zichzelf. Ja, die heb je niet meer. En hij heeft dan ook zijn kop, ik weet waarom, dat is natuurlijk een prachtige kop, vind ik. Maar hij had zo'n geweldige gunfactor. Dat heb ik eigenlijk nooit begrepen. Je gun die man alles. Als hij een scheidsrechter in hazen sloeg, dan zijn ze het luid om een scheidsrechter. En enorme womanizer toch, kun je dat begrijpen, dames? Knappe man. Ik wil eens een verhaal van Jet. Oh ja. Ook net door Uitweide. Zeg me net wel. Hoe moeten we hem nou herinneren? Je? Komt misschien net als de allerbeste keertser, maar wel als de meest kleurrijke keertser. Ja, ik kan net oordelen hoe het hier, maar de meest kleurrijke keertser van de laatste 50 jaar, dat door ik wel te zeggen. Zo zal ik hem herinneren. Dank. Graag gedaan. Aasen hebben we deel 2 van ons riege oer het Friese hinder. Maar nou eerst heel wat anders. Want dans, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Dat is net alleen nog een noemer van Ramses Shaffi. Het is eigenlijk een doensvaststelling troch meesken mij Parkinson. En dat is voor het eerst in Friesland. De filosofie hierachter is dat doensen goed is voor het lichaam. En Marleen Seinstra, doenslerares, dat was dit betocht. Klopt. Hoe kom je op zo'n idee? Nou, ik ben ooit gevraagd door een fysiotherapeut die al met deze mensen werkte, of ik ook danslessen wilde gaan geven. En dat ben ik toen gaan doen. Er was meteen al een groep van 10 mensen. En die geef ik nu al anderhalf jaar dansles. En toen dacht ik, ja, ik ben een dansmaker, dus dan moet er eigenlijk ook een dansvoorstelling komen. Ja, maar rond 55.000 mensen hebben in Nederland Parkinson. Ja. Vooral mensen boppen de 50 hier. Ja. Het was schoen, denk ik, hè, met trillen in de handen. Ja. Moeite met praten, stierfiet. Net echt een hele makkelijke doelgroep om uit te douchen. Nee, alleen het is ook wetenschappelijk zo dat dansen echt gewoon heel goed is voor iemand met Parkinson. Je wordt namelijk steeds stijver. En dans, daar gebruik je natuurlijk heel veel spieren mee. Dus ik dwing ze bijvoorbeeld om heel groot te bewegen. Juist om dat stijven een beetje tegen te gaan. En zo zijn er heel veel dingen in dans die eigenlijk heel erg goed zijn voor een Parkinson-patiënt. Ja, maar hoe doet het dan? Hoe werkt het dan? Want Ian, ik is toch eigenlijk net douche als het heel bot trillest? Nou, het grappige is dat verdwijnt op het moment dat ik een beweging inzet. Dus als ik vraag van wil je arm zo doen, dan is de tremo weg. En wat ook heel erg helpt is dat ik met spiegels werk in de dansstudio. En dan zeg ik bijvoorbeeld doe je arm, zwaai hem naar achter. En zij denken van oh, ik doe hem al heel groot. Maar dan, als je dan in spiegels ziet, dan denk je, oh, ik moet eigenlijk veel groter werken. Dus die spiegels hebben ook een hele belangrijke functie in die dansstudio. Oké, maar tak een week vrij, dan is de vaststelling in de harmonie. Ja. Je bent nou drok om het repeteren natuurlijk. En daar mochten wij even zijn. Hallo. Ik was er eerst op, hè. Toen kwam Jaap me ophalen dus, en toen heeft hij een keer meegedaan. Nou zie je. Klaar, hè? En doet hij er een keer mee. Ik vind het leuk om te doen. Ik vind ook blij dat hij erbij is. Ik heb nog nooit gedanst. Ja, heel vroeger eens een keer. Maar echt dansen. Ik ben niet een mannetje van de tellen, hoor. Ik vind het heel jammer dat ik niet alles mee kan doen. Dat lopen en zo. En dat kan ik dus niet. Dat lukt niet, dus nou, top. Maar dat vind ik wel jammer, dat vind ik zo leuk, joh. Ik zit vol temperament, dus. Het ergste is de pijn die ze soms geven. En daar kan je niks aan doen.
Dat vind ik wel heel erg moeilijk. En verder, nou ja, dan redden we het wel samen. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Nou, als ze gedanst heeft, dan is ze wel, ze is in ieder geval vrolijk daarna. Ja hoor. Maar ook moe. Heel moe, hè? Het is daarna is het wel, ja, dan is het wel hartstikke moe. Maar ze is er wel heel erg vrolijk van. Dat is wel goed voor haar. Ja, de repetitie, heel ongriepend vond ik echt. Wat vind je eigenlijk van het initiatief? Ja, ik vind geweldig. Ik hou wel eens lezen dat mensen wat trotte Parkinson net eens meer goed rennen kennen, dat die wel bigeliks fietsen kennen. En kent dat hier eigenlijk een beetje mijn vergelijkje? Ja, zeker. Muziek speelt natuurlijk een grote rol. Hè. Die geeft je een soort van ritme. Het is echt bijzonder als mensen de dansstudio binnenkomen lopen, dan schuifelen ze gewoon eigenlijk. En je ziet hier wel als ik de muziek aanzet. Nou, dan in één keer lopen ze gewoon zoals wij lopen. Dat is echt bijzonder. En wat je net zag op het stukje, dat ik speel daar met freezings. Hè. Als Parkinson-patiënt kan je last hebben van dat je freeze, dus dat je in één keer helemaal stilstaat. En daar speel ik nu mee in deze scène. Dus ik laat ze lopen en stilstaan en dan weer doorlopen en weer stilstaan. Ja, wat mij echt opvoelde, er zit echt meisje bij in die vaststelling. Die hebben deze ziekte net. Ja. Ja. Waarom is dat? Nou, ik heb daar bewust voor gekozen, omdat als je Parkinson hebt, dan heb je ook wel last van je geheugen. En ze moeten wel 45 minuten op het podium staan. Dus ze hebben de andere niet-zieke dansers nodig om ze door die voorstelling heen te sturen. Het is zelfs zo, als ik die gewone dansers eruit zou halen, dan gebeurt er eigenlijk ook veel minder. Want als je last van Parkinson hebt, dan heb je moeite met het opstarten van een beweging. Dus ze moeten in de voorstelling van de ene naar de andere kant van de zaal lopen. Maar als de gewone dansers niet beginnen, dan begint er dus niemand. Nee, en die gewone dansers, dat ben ik, de mantelzorgers? Twee daarvan zijn mantelzorgers, ja. Die zijn een stel en de andere zijn dansers. Gewone okay. dansers. En hoe is het voor jou om dit te dwangen? Ja, het is echt bijzonder. Omdat je dus met dans ook nog echt iets kunt, voor elkaar kunt krijgen. En naast dat je een verhaal vertelt, zie ik gewoon dat het fysiek helpt. En sociaal heel erg. Dus, het is soms wel emotioneel. Maar het is ook heel mooi dat je met mensen die allemaal dezelfde ziekte hebben, dat je met elkaar kan werken aan een voorstelling. Dat je op dat moment geen patiënt bent, maar gewoon danser. Ja, en dan komt er ook publiek bij, in de harmonie vanzelfs. Ja. Ik kan me vaststellen, dat is voor gewoon ook heel spannend. Ja, dat is heel spannend. Maar ze kunnen het eigenlijk nooit fout doen. Want ze zijn super kwetsbaar op het podium. En ik wil graag laten zien zeg maar, wat je nog wel allemaal kunt doen als je Parkinson hebt. En ook wat je niet kunt doen. En dat verhaal kunnen zij echt heel erg mooi laten zien door op dat podium te gaan staan. Mooi. Freed, 8 april, dan is de doensvaststelling in de harmonie in Ljouwert te zien. Het Fryske Hynder, dat is populairder als eer. Toch had dat net altijd in zijn west. In haar nijste boek, Het Friese Paard, omschrijft Jorieke Savelkoels de historie van Frieslands bekendste exportproduct. Ja, Jorieke, hoe kan het eigenlijk dat de populariteit van het Fryske Hynder trode heren hinder zijn veroor is? Nou ja, de question als trode skiednes just, dat Fryske Hynder eigenlijk altijd een neveste vraag fokt is. En, hoe bedoel je dat? Nou ja, in de middeleeuwen wie er een soort vraag naar goede oorlogshinders. En hier het Fryske Hynder een reputatie als oorlogshinder. Echt hier? Ja. En daarna is het in de section een zondje in de eeuw wie er weer vraag naar oorlogshinder. Mijn oorsoort, barokke oorlogshinders. En daar speelde de fokkers weer op in. En die is dus echt van die periodes dat Fryske Hynders heel populair waren. En ook periodes dat ze minder populair waren. In de 18e eeuw waren ze fokt als koetshinders. En uiteindelijk hier in Friesland eigenlijk net meer zo'n vraag naar luxe koetshinders. Hier de meesten kennen eigenlijk nooit aan goede landbouwhinders. Ja, voor op het boerenbedrijf. Ja, maar ze bedoelden eigenlijk goede, luxe, veelzijdige koetshinders. Wat ook wel wat van de ploeg rennen kon, maar daar net van fokt wien. En daar toch veroorde dat. Dus wie er eigenlijk net meer zou vragen naar dit soort, dit type Fryske Hynder. Ja, maar dus we zorgen nou echt beelden, hè? Hier van het Fryske Hynder als landbouwhinder eigenlijk, hè? Ja, dat wien dus eigenlijk net. En wat ze dien is dat ze dacht van ja, we matten al wel. Want eigenlijk dreigt het Fryske Hynder nou
te sterren. Want ze willen het niet meer als luxe hinder. Dus nou matten we ze wel als landbouwhinder fokken. En zodoende hadden ze dus eigenlijk begin 20e eeuw begonnen die hinders als landbouwhinders te fokken. Ja, gewoon stampen door de drek. Ja, ja. En dat wie ze dus eigenlijk net, wie eigenlijk luxe hinders. Ja, ja. Nou, dat moet ik ook voelen, want ik heb natuurlijk het boek lezen. En dan op bladzijde, wat weet je het? Dan zeg ik in één keer, zeg ik het hinder. Ja, hier heb ik het. Het Friese hinder, dat wie helemaal wiet. Ja, een skimmel. Ja, ja zeker. Ja. Hoe koe dat? Dat wist ik helemaal net. Nou ja, als naar de geschiedenis just is dat de meest voorkomende kleur wie altijd een zwart en bruin. En orenkleuren kwamen ook voor. Bigeliks skimmels, zeker, absoluut. En het stamboek had dus eigenlijk besloten, eigenlijk vrij om het begin van de periode van het stamboek, dus eigenlijk rond 1900, van nee, het Friese hinder moet zwart wezen. Ja. En toen is dus eigenlijk besloten dat het een zwart hinder wezen. En wat, hoe lang is dat lien dan, dat witte hinder? Nou ja, in de 19e eeuw hiest het nog wel, ja. Maar daarvoor hiest eigenlijk in de 18e eeuw al dat boeren tachten. Die witte hinders, die binnen net zo sterk als orenkleuren. En toen begon dus eigenlijk de skimmels al te verdwijnen. Okay. Wist je hem dat? Friese hinder, dat wiet wie? Ik vind het een heel bizar verhaal. Ja, toch? Ik heb er nooit van jet. Nee. Maar in elk geval, het wordt heel te populairder, hè, het Friese hinder. En dit weekend is ik de documentaire Riegen, het Zwarte Goud, over het Friese hinder, bij Omroep Friesland te zien. En bij u is deze week het Zwarte Zilver. Verhaal die te Riegen net hella, maar die eindelijk te mooi binnen om net zien te litten. Doet het verhaal van Frank Leijendekker, die als een van de allereerste Friese hinders naar Amerika te hellen. Ik ben uit Amsterdam gekomen met $20 en toen ik in New York weer, toen was ik 16. Toen was ik 16, want ze vragen me, had ik een souvenir zien en ik een gouden ring van mijn mama kregen. Een squad ring. En dan moest ik importen. $4. In Friesland, denk je daar nog wel zo? Oh, Friesland is een mooi land. Maar ja. Maar die socialistische wetten, dat is verorderd daar. Vroeger dan gingen we jou of jou niet bed, want we vier uur zitten onder de kaart te maken. Maar nu lezen ze nog 4 uur, lezen ze nog bed die boeren. Er zit niks meer achter. Een geroid. Wist je net wat geroid is? Nee. Wat ben je maar wat achtelijk daar. Dat is oor, dat is oor praat nog van Friesland. Geroid, dat is het kleermaatje voor de hinder, voor de wijn. Geroid. Come on, de beker. En het spul uit de bijgon. Oké, dat is voor fjouwerspaar. Het hoort net op je. Je bent wat van verschillende spannen. Je hebt goed vorm nog. Wel, je maakt het, hè? Als je hinder zegt, maar ik geroid heb. Wees wat geroid is, dan dat is geroid. Wordt geroid nummer 1. Kai zet de centen. Hinder is een hobby. En ik ben sure dat is een hobby. En dat heb ik zin in jongens zijn. Net een brein wat je maar hinder. Het ligt hier wel Friesland samen met het groene gijs en die mooie Friese hinders. Oh ja. Ja, stek eens voor jou voor veldjes. Het is een beetje rustig als wat, hè? Natuurlijk. Ik ben hier. Ja, je ziet het wel. Ik kom al hier naar Amitaan, hè? Ik ben in 48 gekomen, you know, ik heb mijn leven hier maken. Hier heb ik mijn brief gehoond. In Holland moest ik diplomas hebben. Hier hoef ik geen diplomas. Hier woont alleen nog werkers in. En zodoende, dit loont past erbij. Het leven is gelijk naar het oceaan. Golven, ze gaan en ze komen. En zo is ik nog een handel.
En nou hou ik op je. Ik hoor op hem. Je mag er nog wel. Ja, Frank Leijendekker, daar heeft hem echt beskreun, hè, in het boek. Ja, ja, hij had echt een rol spelen in de import van Friese hinders naar Amerika. Hij had, toen hij naar Amerika kwam, hoe hij dus echt Friese hinders meenemen, had hij containers ontworpen en de KLM opdracht doen om mij die containers zien Friese hinders naar Amerika te halen. Maar dat zijn speciale containers, speciaal voor hinders. Ja, ja, en zodoende had KLM vanouw heel wijs de jaren 70 uitgegroeid als de hinders-verviers-specialist van de Raad. Ja. Ja. Hey, nog eventjes over die populariteit van de Friese hinders, want het is nu weer heel populair. Wat is daar de verklaring van dan? Ja, eigenlijk had een belangrijke rol voor Zorro. Zorro, ja? Ja, de film The Mask of Zorro en The Legend of Zorro, die ha een hele grote rol spelen, omdat in die film ziet een Friese hinders. Ja, ja, Zorro op een Friese hinder. En doet toch de mensen, doen ze dat zeggen, San hinder mag ha. En mensen in Amerika, mensen in Mexico, eigenlijk over de hele wereld, begon vanuit die film, want daarna volgden meer films waar Friese hinders een rol in hien. Had het dus eigenlijk begonnen. Dat is eigenlijk de trigger geweest dat mensen dachten, San hinder mag haar, want dat is het heel duidelijk. Het is een beetje een glamour hinder onder het worden. Ja. Een soort van statussymbool. Ja, een statussymbool. En het wie in de section een zontje nieuw wie dat ekker, die is eigenlijk een dikke bestseller. Een boek werd het Friese hinder in vak aan. En dan was het eigenlijk die film echt een beetje mijn vergelijkje. Van elkeen wat denkt, ik stel wat vaar, die maat een Friese hinder haar in zijn stal. En bloot dat dan? En bloot dat dan? Of is krijgen we nou aanstek weer een golfbeweging? Nou ja, dat weet ik net. Maar het zou samen kennen dat krijg als de section een zontje nieuw, dat deze eeuw weer een gouden nieuw van het Friese hinder wordt. Ja. Ja. Kun je dan een beetje hinderrieden, Johannes? Ik heb één keer op zo'n beest zitten, maar die... Een Friese hinder? Dat weet ik niet, ik heb er geen verstand van. Nou ja, die zwart wie? Oh. Ik ben van Bruin en ik joeg mijn schop in. Ik denk, ik zoom op een veel met dinsen. Een Zorro waarschijnlijk. Maar dan denk ik dat wie zwanger en die wordt me er al, die beet me in de boom. En ik heb nooit meer op zo'n beest zitten. Nee, ik ben net een hinder. Ik vind het wel prachtige beesten, moet ik zeggen. Maar ik heb er niks mee. Ik ben bang voor die dingen. Ja? In je schop er bestaat, hè. Ja, dat is zo mijn kinderen. Ja, ja, het is toch maar 500-600 kilo, ja. Ja. Hey, en van, want heb je zelf ook hinders? Ja, ik had zelf ook een hinder. Friese hinder, neem ik gewoon? Geen Friese hinder. Net? Nee, ik had een Centraal-Aziatisch hinder, een acheltekkie. Ja. Dat heb ik nog nooit van jet. Nee, een soort meisje had er nooit van jet. Maar dan was het eigenlijk vergelijkje, ik had een passie voor dat ras. Eigenlijk te vergelijkje mij wat Friese meisjes met Friese kinderen hadden. Ja, maar toen heb je dit boek skreun, het Friese paard. Ja. En dan heeft ze zelf net echt een Friese hinder. Nee, nou ja, ik dwande mijn skietnes onderzoek naar hinders. En dan kwam ik verder leefde naar Friesland. En dan had de Friese Academie die had me gevraagd van kist misschien ook uitziekje hoe het dan zit met het Friese hinder. En zo dwande. Zo is het boek erin. Ja. Oké. Het boek Het Friese paard werd vreed presenteren, maar leidt nu al in de winkels. En via het vanzelfs ook net om dit weekend nou de documentaire Het Zwarte Goud te zien. Snijn op Omroep Friesland. Tige dank, Olier, om in de studio te komen van Bient en Safier. Morgen dan ben we er vanzelfs weer. Ik zou zeggen, ontaan, dag. Interessant. Ja, ik wil meer van weten, Willem. Ja. Het is echt snel voorbij. Ja. Morgen in Bient hebben we door de keuzner Jensje Popma. Want die verdient een voller grutter podium in Friesland. Nou, ben benijd. Nou, wat moet je hem zien? Ja, toch wel.